notre rêve, notre but, notre désir, c'est de faire quelque chose qui a du sens et que les gens, le public, emmènera quelque chose avec eux. Een gebouw dat je een beetje moet leren kennen in het begin, waar dat je in verloren loopt, waar dat je weg in moet zoeken, waarin dat je zo wat geheime passages vindt op een gegeven moment. Dat stimuleert wel meer je geest, kan ik mij inbeelden, dan een saai schoolgebouw. Wat deze plek zo uniek maakt, is dat het een broeinest is. Een plek waar kunsten en kunstenaars en publiek daarvoor samenkomen. De rol van kunst in het algemeen is natuurlijk grenzeloos. Hè. Ze moet enerzijds mensen blij maken, maar anderzijds ook mensen confronteren, uitdagen, doen nadenken. En ik denk dat de Singel daar zeer goed in slaagt als hoogstaand cultuurcentrum, kunstcentrum in Vlaanderen, in België. De Singel is voornamelijk bekend omwille van zijn grote en kleinere zalen. Zalen waarin wij ons kunstenprogramma in de verschillende disciplines brengen. Er zijn de 700 studenten van het conservatorium die hier een hogere kunstopleiding volgen. Er zijn verschillende residenten, gezelschappen, artiesten waarmee wij dikwijls een jarenlange relatie hebben, zoals Sidila Bisherkawi en Eastman of Champ d'Action, een laboratorium voor hedendaagse muziek. Daarnaast worden er tentoonstellingen georganiseerd die gaan over architectuur. Als directeur van het Koninklijk Vlaams Conservatorium wou componist Peter Benoit meer dan studenten opleiden in kunstenaars vormen. Hij droomde ervan de hele bevolking te betrekken bij muziek, theater, dans en architectuur. Naar zijn idee werd bijna 100 jaar later de Singel ontworpen en gebouwd. Ik citeer uit de veelheid en de overvloed nu nog één gebouw waar u mee bezig bent, geloof ik, en dat is het Antwerpse Conservatorium. Wat bestaat daar al van en hoe is het gegroeid? Dat is een mooi werk. Voor mij als studie is het werkelijk een zeer mooi werk. Nu is er een eerste deel gebouwd en dat zijn alleen de klaslokalen en de administratie. Dat is al hetgeen dat er gebouwd is. En om de stilte te hebben in al de lokalen, de klaslokalen, heb ik een grote patio gemaakt waar al de klaslokalen rondgebracht zijn. Dus ik heb het lawaai niet van de straat. Nu gaan we met de tweede schijf beginnen. En daar beginnen we met de concertzaal voor 1000 plaatsen. Een toneelzaal, klein, voor 750 plaatsen. En die concertzaal en de toneelzaal zijn ook opgetrokken in beton. In 1968 werd de eerste steen gelegd naar een ontwerp van architect Leon Steijnen. Niet zomaar een steen, maar een ware rots voor de kunstensector. Kunstcity De Singel werd in 2002 door Stefan Beel uitgebreid tot een indrukwekkende architecturale realisatie. Met een bebouwde oppervlakte van 46.000 vierkante meter. Eerst wat wij gedaan hebben als architect, Stefan Beel architecten, is uiteindelijk een deur plaatsen, de zogenaamde patattedeur. Een element uit steen en architectuur hernomen van negatief naar positief. En met de tijd is dan het programma gegroeid. Wat is er allemaal tekort in het gebouw van stenen? Je krijgt als het ware een natuurlijke vermenging van die verschillende functies. Eigenlijk een daadwerkelijke transparantie van functies, maar ook visueel. En dat kun je niet alleen door glas. Maar tezelfde tijd door bepaalde perspectieven te creëren dwars door het gebouw, link je ook die zaken daadwerkelijk aan elkaar. Niet alleen door het visueel, maar ook door zijn betekenis uiteindelijk. Het oorspronkelijke gebouw van Leon Steijnen uit de jaren 60 straalt een geweldige transparantie uit. Het gebouw kenmerkt zich ook door het gebruik van beton. Leon Steijnen zei daar zelf over, ik denk in beton. En de Singel is dan ook het stenen testament van Leon Steijnen, waarin al zijn ontwerpmethodieken en zijn ideeën in architectuur tot uiting komen. En de uitbreiding van Beel heeft daar eigenlijk volledig op ingespeeld door het Steijnengebouw uit te breiden voor meer gebruikers. Muziek.
Het Vlaams Architectuurinstituut vertegenwoordigt eigenlijk het grote woord architectuur op het dak van de single. En we vinden het dan ook bijzonder fijn om in de single, vanuit de single te werken, omdat die plek zo interdisciplinair is. Het is heel fijn om te kunnen samenwerken met verschillende disciplines. Het gebouw is als het ware een performance op zich. Het fungeert als broedplaats voor artistieke creatie, nieuwe tendensen en inzichten. Dankzij de transparantie ontmoeten alle bewoners van de single elkaar en vormen ze een smeltkroes van docenten en studenten, artiesten en publiek. Ne serait-ce qu'un espace comme celui-là qui rassemble tous les arts, qui nous permet de travailler au même endroit, de croiser les autres arts, etc. Pour moi, c'est une forme de luxe. Donc, toute cette porosité entre les arts est pour moi très importante parce que elle permet à chaque art de se définir en relation avec les autres et non pas isolé comme souvent la danse elle l'est dans les conservatoires, elle est très coupée des autres arts. Comment on peut soumettre en tant que danseur son esprit et son corps à son imaginaire? C'est-à-dire que je trouve que ce qu'il y a en commun entre les arts, c'est la page blanche. Dit gebouw zit vol. Herinneringen, anekdotes, verhalen. Ik heb altijd heel erg gehouden van het Stijnendeel. Iets wat mij toch nog altijd frappeert, is dat als ik hier de gang doorga van de artiestenfoyer en dan de trap neem, dat ik altijd weer hartkloppingen krijg. En dat is echt van het moment dat ik hier voor het eerst op dit podium ging dansen binnen dat stuk. Dat zo'n rush van adrenaline was, dat ik dat dus nu, 27 jaar na data, nog altijd voel als ik die trap neem. Ik heb essentiële toneellessen gehad in lokaal van nu 103 is. Maar ook in de artiestenfoyer zijn er dingen. Heb ik mijn diploma gekregen, heb ik mijn eerste evaluatie gekregen. Ik vind het een heel inspirerende omgeving, omdat er zoveel verschillende dingen gebeuren. The Young Ones are a media lab from the single. It's a platform that gives you a lot of opportunities. You can really choose about what you would like to write about. You can choose from performances to doing interviews. You get the chance to really go backstage. You can talk to the artists. You also get master classes. You get trained in certain skills. It's a really nice community. It feels extremely open and very creative. Moi, je me sens vraiment à la maison, au single. Et ça, c'est le rêve de tout musicien qui est en tournée. Parce qu'on est très souvent loin de chez nous et on est content quand on arrive dans une salle de se sentir accueilli, de se sentir à la maison. Et en plus, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup le Blauwe Zaal. J'aime beaucoup son acoustique. J'aime beaucoup cette scène très large. Donc, je me sens très bien. Wij wilden gewoon de barokmuziek eigenlijk nieuw leven inblazen, maar we vonden wel dat het een beetje aan het inslapen was. Telkens als ik naar de single kom, dan is dat wel een plezier voor mij. Omdat deze site is zo groot dat er heel veel bedrijvigheid is. Creativiteit vind ik een heel belangrijk woord. Dus mensen zitten hier stil en je ziet collega's kunstenaars met andere dingen bezig. En dat stimuleert je als kunstenaar zelf om het ook te doen. Ja, het is echt gestimuleerd met elkaar.
vooral ja, jongeren die toch wel echt in een andere leefwereld zitten. Zowel muzikaal, maar ook gewoon privé situatie. En dan is dat wel heel mooi om te zien hoe die twee groepen met elkaar samenwerken en dat het toch wel klikt. En daarnaast is het ook gewoon heel tof dat de jongeren van Violentia, dat ze bij een huis zoals de Single zich welkom kunnen voelen. Al The Single si sente molto il gruppo di lavoro, quindi non si è mai da soli. E trovo che è molto raro che un'istituzione così forte e impiantata sia vivente e affamata di urgenza, di senso di necessità dopo tutti questi anni. Rimane comunque, nonostante sia un'istituzione, un luogo di creazione, è un luogo di sfida. E questo ritengo sia vitale per un luogo del genere. Io ho visitato moltissimi teatri in tutto il mondo, posso dire che senza nessun problema di flatterie, è un luogo raro, direi quasi unico, è un luogo di estrema eccellenza in una regione, in un paese di estrema eccellenza artisticamente parlando, e quindi per me devo dire molto importante avere questo rapporto con Versa, con The Single, per motivi artistici e umani. Het is een unieke plek waar ondanks alle verschillen iedereen elkaar verstaat. Waar kunst tot de verbeelding spreekt, met verstomming slaat, weerklank vindt en tot nadenken stemt. Een internationale kunstcite die je omarmt wie je ook bent. Ja, ik denk het bijzondere is ook dat je inderdaad als 18-jarige hier die grote mastodonten als Pina Bausch hebt gezien en Merce Cunningham en Castellucci. En dat je nu dus zelf ook je werk kunt tonen in de Single naast andere jonge makers. Dat die veelheid of dat breed spectrum, dat gewoon volledig gecoverd wordt hier. Dat is heel fijn. Ja, dat is misschien ook wel het mooie aan die opleiding, dat beetje bij beetje. En ik denk dat die switcher echt wel pas is gekomen in het laatste jaar, in mijn derde jaar. Dat die opleiding mij wel de goesting heeft gegeven om zelf op een podium te staan op een gegeven moment, maar ook wel het zelfvertrouwen om dat te doen. Wat dat ook, wat misschien heel vanzelfsprekend klinkt, maar dat was echt helemaal niet zo vanzelfsprekend voor mij. Je hebt de mogelijkheid als student, maar zo als docent eigenlijk ook, buiten je klas te stappen, 10 meters te gaan, een kaartje te kopen en een wereldklasse soliste te horen op podium. Dat is pure motivatie en inspiratie voor studenten. Het biedt een vrij bijzondere, unieke ervaring die in de 21ste eeuw alsmaar belangrijker gaat worden, dat het live is. Je ziet levende mensen voor je die iets vertolken en die zich de ene dag wat beter voelen, de andere dag wat minder voelen. En tegelijkertijd zijn die in staat, die mensen op dat toneel, om in levende lijven je te shockeren, je te ontroeren door dingen waar je van misschien nooit gedacht had dat je daardoor geschokt of ontroerd zou kunnen worden. Het publiek weet dat voilà, il y a une vision sur le long terme. Et je crois que ça fidélise le public. Et ça amène aussi, on espère, un nouveau public. The main emotion I always feel towards any public is some kind of, and I'm not trying to be
It's not about any self-modesty. I always try, oh God, they really could have so many ways of spending a nice evening and they end up here. Door de single open te stellen voor een breed programma, komt er ook een brede publieksgroep naar dit gebouw. Zo bereiken we zoveel mogelijk mensen, niet alleen van deze stad, maar ook van ver daarbuiten. Tot en met uit het buitenland verplaatst men zich om kunst in dit gebouw te komen meemaken. Wat er heel bijzonder is aan de single, vind ik, is dat het een echt huis is, maar niet alleen een huis is, maar een huis dat ook een thuis biedt. Waar je je ook thuis voelt als artiest, als je daar aankomt, als je ontvangen wordt, als je komt spelen, hoe dat je omkaderd wordt. En dat hebben ze eigenlijk al die jaren lang volgehouden. Dat is, we spelen op heel veel plekken in de wereld en we werken ook op heel veel plekken in de wereld. Dat is uniek en zeldzaam.